vecht al meter. Einde van de eerste ronde. Hij gaat er eens een eentje vandoor. Dat is nummer 62. Zijn er dus Ruben van Helden. Die daar toch voorsprong heeft van een goede 100 meter. En dan in achtervolging zien daar het nummer 12. Dat is Jules Beaumont. En dan de rest van het peloton die op sleeptouw genomen wordt. Onder andere door Dylan de Preten. En we zijn dus einde van de eerste ronde. We hebben dus nog 9 ronden wedstrijd. Aan Carnuf toe. Afgeuren zijn. We laten de chrono lopen. Einde tweede ronde. Streepje bij van WK Noordwest-Brabant. Op een achterstand van een 18-19 seconden. Hier onder aanvoering van een van de mannen met Thomas Davids. We zijn einde van de tweede ronde. We hebben dus nog 8 ronden. Still 8 laps. Encore 8 toeren à parcourir. Dus nog 8 ronden wedstrijd. Ja, met z'n drieën. Het is nog altijd onder een vierde positie. Einde van de derde ronde. Probeert hem naartoe te rijden. Dat is nummer 96. Dat is Ruben Baten. En dan het peloton op 1 minuut en 5. Delay voor de bunch. 1 minuut en 5 seconds. 1 minuut en 5 is de achterstand. En we hebben dus nog op 7 ronden te doen. Onder aanvoering van een Kenji van Kleeputten die daar het peloton meeneemt. We zijn op 7 ronden. Die daar ook gewoon zit van hoog in tweede stelling. 15, achterstand voor het peloton, 1 minuut 15. We zijn dus op 4 ronden, dus achterstand 1 minuut 15. Daar 1 minuut in kerst komen. Goed zo, jongens! Goed zo! Dat precies toch wel wat moeizaam. We zijn dus op 4 ronden van het einde. We hebben Thomas Rochois en het peloton die passage maakt. Een Courtois Tour met daarbij een van hoog in tweede stelling. En hier zijn ze, dat is op een achterstand van 1 minuut 20. Met Kenny van Kleeputten. En knallen, knallen, Jules, knallen! En rakken gesloten worden door dit moment door Siegeboren. Voor het peloton zit een heerlijk. Met Tarjo van der Rijden die hier aan de kar gaat trekken. Op een achterstand van 1 minuut 30. Krijgen we verbronning vooraan in het peloton. En hier 1.35 is de achterstand. Een braanvoering. Zien we er ook vooraan mee met een Tor van Tienen. Een kleine breuk met een peloton op 3 ronden van de weg. Ja, is het Wieder die onder zijn eentje gaat er vandoor gaan? Ja, ja. Tijdrijder die heeft de sprong gemaakt. Dus ook die ontsnapping van die 4 met Kenny van Kleeputten erbij. Die is teniet gedaan. Hey, kom op, Jules, kom op, kom op! Gaat er nog eentje. Er is nog altijd Jules Beaumont die het in zijn eentje gaat proberen. Daar heeft Van der Rijden die erop mee vooraan. Die heeft er geen zin op de toekomst van de volgende. En we zijn dus op Sronda. Van 1.45. Dat is Jasper Verrijden, inderdaad. Voor degenen die er net met de greep van het peloton nog kan blijven. Dus het nummer 11 zijn het dus Wout van den Bossen. En kom op, Jules, kom op! Door Jules Beaumont, die vandaag ook al heel bedrijf was. Dus laatste ronde, we zijn hier toe. Laatste ronde, ja. Laatste ronde. Voor de 66e editie van de Lenteprijs. De winnaar, dames en heren, de handen op elkaar voor Jarno Wielaar.
zijn eentje verloren gaat. We geven hem ook een applaus voor een tweede plaats, Jesper Verheij. Daar zijn de rest. Allemaal bijeen. Oh, dat zie ik hier niet meer naar Dennis. En dan het pelotonspunt. We gaan Aakonsonne nog volledig vrijhouden. Wie gaat de pelotonspunt winnen? Wie gaat nog beslag leggen op die derde plek? Hij kan wel! De spurt die nu van heel ver wordt ingezet en het is met... Hij kan wel! De man op die derde plek. Goed zo! Dat is Wout van Amossen. Pak de fietsen op, pak de fietsen op. Je ligt op de derrière. Laatste kilometer. Ik ben nog 6 keer aan aanvallen. Ja, ik zou. Dat is gelukt. Ik ben nog